Hallo, ik ben Melle Schram. Ik ben 15 jaar. Over 3 dagen 16. Zometeen als je de video kijkt, zie je dat ik toen net 15 was geworden. Ik zit in Space. Ik ben een van de 5 jongens die in Space zitten. Dat is gewoon een jongensgroep op YouTube. En vandaag gaan we terugblikken op de auditie die mijn leven heeft veranderd. Hallo, ik ben Melle. Ik ben 15 jaar, een week geleden geworden. Gefeliciteerd. Thanks. Ik zit nu op het NKT, Nederlands Kindertheater. Wow, nice. Heel nice. Zeker. Vind ik ook super leuk om te doen. En lijkt me ook leuk om later ook hiermee wat te doen. Ja. En ja. Nice. Ik denk dat Space een goede mogelijkheid is om meer te ontwikkelen. Waarom wil je meedoen met Space? Lijkt me gewoon super tof om dat soort content te maken dat Space maakt. Ik denk wel dat dit in mijn straatje past. Ja. En ja, ik denk dat ik me wel aardig thuis kan voelen in Space. Ja, en kan je ook een beetje goed samenwerken? Want dat is natuurlijk wel nodig met 4 jongens. Ja, zeker. Ik kan samen. Zodat ik een. Ja, hangt af eigenlijk of ik een klik heb met iemand. Maar meestal heb ik dat wel. Ja. Dus het zou best wel kunnen dat ik goed kan samenwerken met iemand. Fijn, fijn. Zeker. En ben je een beetje zenuwachtig? Ik was heel zenuwachtig. Zeker omdat ik was echt zo. Maar je hebt nu een beetje de mensen gezien, een beetje leren kennen natuurlijk. En ja, de zenuwen trekken langzamerhand wel weg eigenlijk. Nou, dat is fijn, toch? Ja, ja. En ben jij in het bepaald, in het speciaal heel bang voor 1 jurylid? Nee, eigenlijk ken ik ze allemaal niet super goed. Nee. Ja, natuurlijk ken je Thomas, die heeft in Space gezeten. Ja. En nog iemand weet ik, mijn naam weet ik natuurlijk niet meer nu. Maar door de zenuwen? Of niet? Of weet je het gewoon? Oh, oké. Nee. Nee, misschien ben ik bang dat ik misschien ga stotteren of dat ik iets vergeet of dat ik valse noot zing of zo. Oh ja, dus dat is echt het ergste wat kan gebeuren bij jou, auditie. Ja. Oké. Okay. Ik denk het wel. Ja. En wat ga je doen bij je auditie? Ja, ik wil gewoon dat ze weten wat ze van mij kan verwachten als ik in Space kom. Het lijkt me heel belangrijk. En natuurlijk wat ik nu gedaan heb, mijn ervaringen. Mm-hmm. Dus ja, dan moet ik even kijken. Ja, de tijd gaat wel door, denk ik. Ben je er klaar voor? Yes. Ja, weet je zeker? Nee. Ja, maar we gaan. Het moet een keer gebeuren, dus we gaan. Ja? Oké, kom met me mee. Hoe was ik op de auditie terechtgekomen? Nou ja, een vriendin van mij, ze heet Roxanne. Roxanne, als je dit ziet, ik hou van je. Zij heeft tegen mij gezegd, Mel, misschien is het iets leuks voor jou. Misschien is Space wel gewoon een leuk concept voor jou om te doen. Want jij bent al meestal van het gieren en brullen. Dus ik dacht, doe auditie, zei ze. Dus ik kijk een Space. Nou ja, eerst met een C natuurlijk, maar daar kwam ik niks op neer. Ik dacht, nou ja, wel leuk, auditie doen. We gaan dadelijk naar mijn gehele auditiefilmpje kijken, die nog nooit in zijn geheel is geüpload. Wat natuurlijk best wel bijzonder is. Maar we gaan eerst kijken naar mijn vooraf filmpje die ik moest maken. Waardoor ik op de auditie kon komen in het theater. Hallo, leuk dat jullie kijken naar mijn auditiefilmpje voor jullie kanaal Space. Ik kan me nog herinneren dat ik moest vertellen wie ik was. Ik moest me natuurlijk voorstellen. Mijn hobby's, waarom ik graag een Space wou. Ik ben Melle Schram, ik ben 14 jaar en ik woon in Purmerend. Ik ben heel sportief ingericht, ik hou bijna van alle sporten. Ik zit nu op het tennis, al ongeveer 2 jaartjes. Ik zit nu op het Nederlandse Kindertheater. Dat staat eigenlijk voor presenteren, acteren, dansen en zingen. En het grappige is natuurlijk dat je mij in het filmpje nog steeds met die pen ziet spelen en het bloknootje ziet, als het goed is, heel erg in die hoek. En mijn kop is natuurlijk anders. Gewoon iets meer babyvet natuurlijk weg en ik ben langer geworden. En mijn haar is weer natuurlijk iets anders geworden. Ik heb natuurlijk weer highlights. Het is allemaal alles veranderd in een jaar. Ook gewoon, ik ben zelfzekerder geworden in het hele jaar in Space, maar dat komen later nog achter. Ik loog natuurlijk ook een beetje in de video, mag eigenlijk niet. Maar je wil natuurlijk dingen zo mooi mogelijk maken. Dat het gewoon lijkt dat je gewoon echt badass bent en gewoon alles kan. Dus ik had in de video gezegd dat ik natuurlijk al een paar goede rollen heb gepakt in het theater. En dat gaat heel goed. Ik heb al een paar grote rollen gepakt in de musicals. Is natuurlijk helemaal niet zo. Ik heb natuurlijk wel gewoon een leuk rolletje gepakt, maar niet heel veel grote hoofdrollen gepakt. Nee, dat is niet zo. Dus, maar ja, ik dacht dat is leuk om toe te voegen. Dus een beetje schijt. Ik ben niet bang om voor mensen dus dingen te doen. En wat me ook een beetje motiveert voor de camera is dat het idee dat mensen naar jou kijken, naar jouw filmpje, omdat ze het leuk vinden om naar te kijken of grappig vinden, dat jij dan dat filmpje maakt met dan 3 andere jongens die het ook proberen om te entertainen. Dat vind ik gewoon vet dat mensen gewoon mensen in jou kijken omdat ze jou leuk vinden, of jou tof vinden of jou grappig vinden. Dat motiveert me super erg om dingen voor de camera te doen. En wie weet zie ik jullie nog een keertje. Dus ja, nog een fijne dag. Ik heb nog herinnerd dat ik via de mail gewoon een mail kreeg over of ik door was naar de auditie. Nou ja, dat staat natuurlijk gefeliciteerd. Melle, je bent door naar de volgende ronde. Jongens, ik was zo blij. Ik was gelijk al zenuwachtig voor de echte auditie natuurlijk, want dit was nog een voorronde eigenlijk.
hoe stond ik op dat moment in mijn leven? Ja, ik deed 3 HAVO, ik gewoon school. Ik wist wel altijd natuurlijk dat ik iets zou doen met de media, dus ik wou gewoon acteren, presenteren. Dus ja, hoe stond ik daar? Ik deed zoveel mogelijk audities voor dingen. En ik wou gewoon per se dat het zou lukken met mijn uiteindelijke toekomst. Ik wou niet in een kantoortje werken, maar ik wou gewoon dit doen. Vervolgens stond ik toen op Instagram, even kijken, 1475 volgers had ik. Ik heb nu, om precies te zijn, 73.186 volgers. Ik heb in een jaar gewoon 70.000 volgers erbij gekregen. Ik ging dus naar de auditiedag in Amsterdam. Moet je naar binnen, word je geïnterviewd. En dan kom je naar binnen en zie je ineens Thomas voor je, hello. Quinty, Marije Zuurveld en Stefan de Vries voor je. Ja, dat was natuurlijk wel eng. Goedemiddag. Goedemiddag. Je kijkt net zo vrolijk als erachter. Ja. Je bent volgens mij de eerste die op de stip gaat staan, of niet? Ja. Nou, stip. Ja. Is geen stip. Ja, stip? Ja. Oké, top. Ja. Heel zenuwachtig, de zaal binnen. Ik keek even naar de jury en ik ging gelijk wegkijken natuurlijk. Je merkt wel ook gelijk aan me hoe ik op die auditie was. Zo was ik niet, zo ben ik niet. Ik ben niet snel, ik ben een beetje losjes of zo, een beetje droog ben ik. Vertel, ja. Wie ben jij en waarom Space? Ik ben Melle Schram, ik ben 15 jaar, een week geleden 50 geworden. Ja. Of we daar de slingers? Oh nee, niet. Ja, dat is een slingers. Ja. Ja. Ik zag de jury daar zitten. En ik dacht wel van, ja, er zijn toch wel grote bekende mensen die daar voor me zitten. Dus ja, je moet je wel gewoon goed gedragen en je moet wel gewoon proberen natuurlijk met hun te praten. Wat ik wel in mijn hoofd had natuurlijk, maar ik keek tegen iedereen op. Achteraf is natuurlijk, nu ken ik ze allemaal wel wat langer. Dus dan voor mij zijn ze nu gewoon, yo, weet je wel, hoe is hier? Is het gewoon weer een knuffeltje, weet je wel, heel leuk. Ja, waarom ik in Space moet? Ja, ik vind eigenlijk de content die Space maakt, daar denk ik dat het wel echt in mijn straatje valt, zeg maar, alle dingen die jullie doen. Dat lijkt me super tof om ook te doen en ook erg om te ontwikkelen in Space. Ik doe ook nu 3 jaar NKT, Nederlands Kindertheater. De goede kant op. Ik hoop ook dat ik met theater door kan gaan. Vind ik super leuk om te doen. Dus ja. En die der opdrachten van jullie kanaal vind ik ook super tof. Vinden die ouders van zo al die entertainment wensen? Ja, mijn ouders zeggen van Melle, je moet goed op je best. Weet je wel, school is belangrijk nummer 1. En dan ja, als je een goede cijfer hebt op school, dan mag je natuurlijk doen wat je wil. Staat school nog steeds op nummer 1? Als ik nu aan mijn ouders moet denken en het idee dat ze er terugzien, zeg ik ja. Als ik aan mezelf denk, zeg ik ook ja. Nee. Weet je wat het ding is? Mag ik je uitleggen alsjeblieft? Als ik verzekerd ben op een carrière in de media, zeg ik nee. Dan ben ik liever na school ben ik weg. Maar als het niet zo is en ik weet dat mijn ouders een pak slagen geven, dan is het van ja, school gaat voor. Het hangt een beetje af hoe mijn carrière, hoe verzekerd ik daarvan ben. Wat vind je dat Space nog mist? Ik vond het eigenlijk Space super tof hoe het op dit moment is. Ik denk alleen dat het soms, het is natuurlijk altijd best wel grappig, vind ik. De video is best wel spontaan ook. Maar af en toe kan ook misschien een beetje serieus, iets serieuzer onderwerp komen of zo. Waarover gepraat mag worden, maar dat is eigenlijk het puntje op de i, zeg maar. In principe vind ik Space eigenlijk al hoe het was, goed. En wat voor video's zou jij voor Space willen maken? Ik vind dus inderdaad in de stad met mensen der en der doen, daar kan ik mezelf wel erg in vinden. En gewoon gezellig praten over onderwerpen vind ik ook superleuk. Ja, maar van dat soort dingen denk ik. Ik kreeg via de mail dat het gewoon leuk zou zijn en niet leuk. Dat het was bijna gezegd dat ik alsof ik het verplicht moest doen. Een extra dingetje, dus ik moest of zingen. Of, nou, het was niet verplicht, maar het was heel handig om te doen. Dan is dat wat extra's, zeg maar. Dus ik dacht van ja, dansen, weet je wel. Dat wordt hem niet, zeg maar. Dan ben je een beetje stijf, weet je wel. Ik wil trouwens nog goed leren dansen, dus zit me. Nee. Dat dansen werd hem niet. Ik kan wel vloggen. Ik heb achteraf gezien dat mensen ook een vlog hebben gemaakt. Dat kon misschien, maar ja, dat is misschien ook wel leuk. Maar ik vond het eigenlijk, ja, weet je. Ik ging gewoon een liedje zingen. Want waarom niet? Ik wil toch graag leren zingen, dat lijkt me vet cool. En ik had een beetje plankenkoorts toen ook. Dus ik dacht, YOLO, ik ga gewoon een liedje zingen. Want ik had daarvoor een auditie gedaan voor andere musicals waar ik een liedje moest zingen. Dus ik dacht, nou, weet je, ik doe het ook lekker gewoon bij deze auditie. Ik ga couplet en refrein zingen van Another Love van Tom Odell. Nou, ik ging op een gegeven moment zingen. Ik heb nog nooit voor een onbekende jury gezongen. Ik kon ook niet zingen, ik kan nog steeds niet zingen. Ik vond het wel heel leuk om te doen. Af en toe denk ik natuurlijk een karaoke in mijn kamertje, weet je wel. Ik vond het gewoon heel zenuwachtig. Je zingt karaoke, je neemt het op en dan zie je wanneer je vals zingt en niet mooi is. En dan kan je het ook eens verbeteren tot je het perfect sioneerd hebt.
I wanna take you somewhere so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string. Ja, ik dacht alleen maar, kom op Mel, dit is de volgende zin. Dan moet je dat en dan moet je dat doen. Maar ja, dat, je kan wel doen, maar als je niet kan zingen, als je niet echt goed weet wat je moet doen, dan kan je wel proberen. Ja, ik deed gewoon mijn best. But they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. And I wanna cry, and I wanna love. But all my tears has been you, stop. En toen kwam een reactie van de jury. Nice. Wat voor video lijkt je nou het allerleukst om te maken op Space? Ik denk toch die opdrachten buiten. Lijkt me super tof en lijkt me ook gewoon grappig om te doen. Wat zou je toevoegen aan Space? Ik denk af en toe een beetje humor. Wanneer jullie een serieus onderwerp willen, kan ik ook heel serieus over praten. De Nacht van Begij is de eerste die een beetje over serieuze onderwerpen begint. Ja. Ook. Ja. Ja. Hoe moet jij dat? Was je er stiekem bij? Hij stond ja. Aan de hoek de hele tijd al. Hoe zie je het voor je met drie andere jongens? Dat lijkt mij sowieso, denk ik, minder gênant. Nou, niet gênant, minder awkward, zeg maar, minder zenuwachtig, denk ik, dan weer iets veiliger, iets thuis, zeg maar. En het lijkt me wel grappig, zeg maar, om met je groepje een beetje te kloten af en toe, weet je, serieus, ja, zeg maar, om met je groepje content te maken. Ja. We gaan stemmen. Stefan! Stefan! Ja. Thanks. Godverkrachtig. En dat is geen ja, Oh. Stefan, de Vries, die zei in het begin, ja. En ik dacht dat hij zei van ja, je bent door. Toen zei oh ja, thanks. Zegt oh ja, thanks. Je hebt ja gezegd. En zei hij, ja, het was toch niet een ja van je bent door. Dat was een ja van oké, ik ga je wat vertellen. Dat was heel ongemakkelijk. Dat was echt ongemakkelijk. Dat was echt ongemakkelijk. Ik wil wel graag naar een ja toewerken, dan weet je het wel van. Want ik vind, je bent echt fucking jong natuurlijk nog. Maar ja. Je kan dit wel, weet je. En je hebt ook niet per se volgens mij de neiging om echt in je eentje alles te fixen. Ik regel het wel. Volgens mij kan je wel echt gewoon goed samenwerken in de groep. En dat is heel belangrijk, denk ik. En ik vind het ook wel vet dat je eventueel ook serieuzere onderwerpen zou willen aanstippen. Ik denk dat dat hier ook geen kwaad kan. En de andere juryleden gaf natuurlijk ook een beoordeling. Ik vind een soort van het pakketje wat jij bent. Gewoon, je bent jong, je wilt heel graag, merk ik aan je. En dat heb je wel nodig. Want Space is niet gewoon, we maken af en toe filmpjes. Maar je bent echt met z'n allen, je moet ja. Premières doen. Het moet niet, maar het is wel leuk. je hebt gewoon dingen die je met een groep gaat doen. Best wel veel dedication. Yeah. En volgens mij ben je best wel willing om dat te doen. En ik vind het best wel leuk dat je aanstipte dat serieuze ook inderdaad. Voor mij is het een ja. Thanks. Ja, nou, als ik nu soort van vier nieuwe koppen zou moeten toevoegen aan Space, dan zou jij er sowieso één van zijn. Ik zie jou daar gewoon echt tussen staan. En ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon helemaal leuk. Dus voor mij is het een ja. Ik weet dat er heel veel mensen door zijn gegaan vandaag, maar voor mij is het gewoon een dikke ja. Ja, die zeiden allemaal van ja, ik vind het wel leuk, ik zie wel in een plaatje. Ik zie dat je gemotiveerd bent en het ook graag wilt. Dat was ik ook echt, dat ben ik nog steeds. Ik wil het echt graag en ik ben echt bereid om heel veel voor te doen. Dus dat zeiden ze allemaal, gewoon ook positief. Alleen Thomas, dat ik nog wat verlegen overkwam, maar dat is ook zo. Ik kwam ook verlegen over, maar dat heb ik ook nu geleerd. Ik ben nu wat los voor de camera. Voor mij, ik zie jou ook wel. Ik merk nog een beetje verlegen en zo, maar dat ja, is... Ja, natuurlijk, ja. Zo begonnen we allemaal met Space ook, weet je wel. Als je de eerste video's kijkt, als je helemaal terug gaat scrollen. Ja. Dus dat is ook helemaal niet erg. En ik zie inderdaad dat je heel graag wil. En dat je ook bij de theater zit. Laat zien dat je echt een passie hebt om iets met entertainment te doen. Ja. Dus ik wil heel graag zien wat je gaat doen met andere jongens in de volgende ronde. Je bent Thanks. Door. Voor mij ook een ja. Top. Dankjewel. Hey! Thanks. Lekker man. Thanks. Voor de rest was iedereen positief en zei iedereen, ja, ik zie je wel in het plaatje zitten. En wat achteraf niet snap trouwens, want ik vond dat iets heel slecht. Maar dat maakt niet uit. De jury was positief. Heb ik nog iets geks of randoms gezegd in een zenuwen? Vast wel. Doe ik altijd wel een beetje gekke dingetjes zeggen. ik weet het niet. Het is al een jaar geleden, jongens. Er gebeurt veel in een jaar, dat kan ik je vertellen. Toen ik te horen kreeg dat ik natuurlijk door was,
Jongens, ik liep naar buiten. Toen moest ik nog een interviewtje doen, maar ik was zo soepel, niks boeide me meer. Fedor? Ja! Ja, yes! Gefeliciteerd! Thanks. Hoe ging het? Super tof, ja. Ik kreeg het enige kritiekpuntje dat ik nog een beetje verlegen was. Mm-hmm. Maar is natuurlijk... En dan kan je aan werken, toch? Tuurlijk, voor de rest vond het allemaal goed. Dus ben ik super blij, jongen. Ik ben gewoon door, dat is ziek, toch? Ja. Super nice, heel erg bedankt. Thanks. En dan zie ik jou bij de tweede ronde. Top. Yes! Thanks. Ik was gelijk zo... Gelijk een baksteen last van je schouders kwam van me af. Ik lag op het bankje. Zo lag ik. Op een bankje. Dit is de bank. Zo lag ik. En toen... Oh jongens, je voelt je zo leuk. Alsof je kan vliegen. Zo voelt dat. Ik was zo blij. En dan was ik nog niet in space. Ik was gewoon in de eerste auditieronde. Er moesten nog 2-3 rondes komen. Tweede ronde auditie. Ik kan me herinneren dat het nog 30 seconden was. Dus ik moest 30 seconden op in de camera vertellen. What's up? Ik ben Melle. Melle Schram, 15 jaar. Ik was natuurlijk nog zenuwachtiger tweede ronde. Want je wilt nog meer knallen natuurlijk. Maar ja, je moest ook 30 seconden wat in de camera vertellen. Maar ja, ze gaf niet een hints, wat moet ik vertellen? Moet ik wat over mezelf vertellen? Of mag ik over Pinocchio wat vertellen? Dat wist ik allemaal niet. Dus ik dacht, nou ja, ik doe wat. Nou ja, uiteindelijk ben ik dus kapot gememd door die 30 seconden. Want ik dacht van, nou, ik doe wat. Ik zag een piano staan, dus ik ga wat kloten op piano. Prachtig, ja. Dat kan ik helemaal niet, maar ik deed het. En ik zei, ik pakte een stoel. Ik draaide om en ik zei... Ik hou van sport. Ik hou van sport. Ik wil dat nog een keer zien. Ik hou van sport. Veel grappig. Was dit een grap? En ja, dat weet ik niet. Daar moest je hier om lachen, wat ik heel tof vind. Ik denk achteraf dat ik misschien, als ik dat niet gedaan had, dat ik misschien niet door was geweest, omdat dat dingetje toch wel gewoon leuk was. Ik zal beginnen met als jullie door zijn. Ik weet niet of jullie de merk lekker. Op het moment dat ik door kreeg, had ik door zijn tweede ronde, ja. Even blij als de eerste keer. Nog steeds heel erg opgelucht. En ik dacht echt, hoe kan ik door zijn al die jongens die ze hebben gedaan? En dan was ik nu top 8 of zo. Ik was heel trots op mezelf. De derde auditiedag was natuurlijk hier op kantoor. Ten eerste vet om het kantoor te zien, want ik wist natuurlijk dat ik hier moest opnemen als ik in space zou zitten. Hallo. Welkom. Gaat ie? Dag. Zo joh. Ik wil iets vinden, die hele gebouw. Sam van Dijk had natuurlijk een wildcard gekregen. En dat wisten wij natuurlijk niet. Dus het was heel, heel gek dat ineens Sam van Dijk gewoon terugkwam. Oké, jongens, daar gaan we om. Heel tof, vond ik het. Sam van Dijk is een topper namelijk. Ja, dat is heel gek. Maar nog zenuwsloper, want je hebt natuurlijk eigenlijk een concurrent erbij. Want ik ken Sammy natuurlijk nog niet zo goed toen. Dus ik dacht stiekem wel van shit houden, dat is minder kans voor mij. Maar achteraf is het natuurlijk heel leuk en ik ben zeker blij dat Sam die wildcard heeft gekregen. We moesten nog maar 2 mensen weg en dan was Space compleet, dachten we. Want we dachten dat Space 4 personen zou zijn, maar uiteindelijk bleek ik nog 5 te zijn. Er zitten 5 mensen in Space. Oh, yeah! Over straat, hangt er wel af waar ik ben, want bijvoorbeeld af en toe ga ik natuurlijk gewoon naar kermis en dat doe je als 15-jarige jongetje, weet je wel. Maar ja, op de kermis is het meestal wel, we gingen naar Volendam kermis met gewoon vrienden van mij. Ja, maar dat is natuurlijk wel wat lastiger, want je merkt wel gewoon of zo, ik weet hoe ik uit moet leggen. Je voelt je overal wel een beetje bekeken en mensen natuurlijk weer op de foto, wat natuurlijk heel tof is, dat vind ik echt heel leuk. Maar af en toe wil je ook gewoon natuurlijk gewoon even je dingetje doen. Gewoon leuk, gewoon alleen even je vrienden, gewoon even privacy. Gewoon even, ja, het is moeilijk uit te leggen. Natuurlijk vraag je wel wanneer je naar een openbare ruimte gaat, maar ja, ik word af en toe herkend, af en toe niet. Maar ik vind het heel leuk hoor jongens. Niet denken dat je nu, ik durf niet naar mensen toe te stappen. Nee, ik ben heel aardig. Zou ik soms willen om over straat te gaan zonder herkend te worden? Nee, want ik vind niet dat ik zo erg herkend word nog. En ja, ik heb een stukje om gevraagd toch? Dit hoort erbij. Het is nu een ding gewoon. En ik vind het wel tof. Ik vind het wel leuk om jullie allemaal te ontmoeten. En als jullie gewoon vragen om een foto van... Yo, je hebt toch een space? Zeg ik, ja, ik ben er trots op. Dus ik vind het wel tof. Ik had het niet anders willen hebben. Voel ik veel druk op mijn schouder? Ja, tuurlijk. Want veel mensen wachten nu wat van me. Hoe ik het doe. En ik moet altijd natuurlijk me netjes gedragen. Stel, ik scheld nu met een ziekte of zo. Dan is het gefilmd. Dan is het voor eeuwig online. Dus natuurlijk is er een druk voor mijn schouder. Ik denk dat dit het wel was. Mijn naam is Melle. En ik... Blijf voorlopig nog wel in space.